Jongens, welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag weer in Content Fame beland. We staan hier voor een prachtige poort. En ik heb er zoveel zin in. Welkom, welkom. We lopen even langzaam naar binnen. En ik dacht, ik begin een keer de video bij deze poort. Ik begin hier namelijk nooit de video. En moet je zien wat een mooie ingang dit eigenlijk is. Je komt binnen met die muur zo, een paar huisjes hier en daar, een grote boom. En dan die grote toren van het kasteel daarachter. Dat maak je toch blij? Vandaag wilde ik de video weer eens beginnen met een prachtige timelapse, jongens. Want ik dacht, ik heb vorige aflevering vooral veel met de burgemeester gepraat, met Alfred, met de, weet ik voor wie, met Fred gewoon. En maar een klein beetje gebouwd. We kunnen wel trouwens wat afvinken, wat ik helemaal was vergeten. We hebben namelijk hier de tolbrug bouwen. Die hebben we vorige aflevering gedaan, maar ik vergeten af te vinken. Hebben we nu gedaan. En, jongens, wat we ook helemaal vergeten zijn, is de tweede verdieping van de bank is ingericht. Dat heb ik niet eens gedaan, maar het is gewoon gebeurd. Oftewel, die kunnen we ook afvinken. Nou, hoe leuk is dat? Waarom zit je hier in Diamond? Ik weet het niet. In ieder geval, tweede verdieping bank inrichten is gedaan door Fred en de burgemeester. Niet mijn probleem meer. En de tolbrugbouw is vorige aflevering gebeurd. Oftewel, deze aflevering wil ik denk ik 1, 2 of 3 verschillende taken afvinken in 1 timelapse. Ik moet alleen nog even kijken wat dat gaat worden. Ik denk de arena achterkant. Weet ik veel, misschien wat straten decoreren en misschien details in het water van de dam. Ik moet het nog maar even aankijken. Ik ga niks beloven, maar we gaan in ieder geval een leuke timelapse starten. Het wordt nacht, dus laten we eerst even slapen. Hoppatee. En wat er na die timelapse gaat gebeuren, zien we dan wel. Wie weet dat we dan toch nog even naar de burgemeester gaan. Wie weet dat we dan nog een taakstrafje moeten uitvoeren. Wij zijn natuurlijk nog steeds een crimineel volgens het rechtssysteem. Ik weet niet hoe dat zit. In ieder geval, jullie horen de muziek opkomen. Dus veel plezier met het kijken. In 3, 2, 1. Jongens, we zijn klaar met een prachtige timelapse. En wat hebben we veel gedaan. Het heeft me een hele middag gekost om dit allemaal te bouwen. In principe valt het wel mee op grote schaal hoeveel er gedaan is. Maar heel veel kleine rottaakjes zijn wel alvast gedaan. Laten we even een kleine rondleiding geven. Ten eerste aan de buitenkant, hier is helemaal niks veranderd. Dus gelijk als je binnenkomt, hier links is eindelijk het terrasje van het kattencafé. Dat mocht even duren. Ik ben het nog niet eens met de kleur. Ik denk dat ik misschien paars wil vervangen voor magenta of rood wil vervangen voor magenta. Eén van de twee, want dan heb je een beetje dat, ja, kattencafé kleurtje als je binnenkomt. Kijk, als je naar buiten loopt, als je binnenkomt heb je dit kleurtje, weet je. Dit is een beetje het kattencafé. Dus vandaar dat het rode misschien nog niet helemaal mee eens is. Voor de rest, ik heb daar de galg weggehaald. Of de galg, de guillotine. Dit is volgens mij even verkeerd hoe ik het uitspreek, maar dat maakt niet uit. Die is weggehaald. Ik heb daar gewoon weer het tuintje teruggeplaatst. Dat, ik weet niet waarom ik dat nooit meer had gedaan, maar ooit een paar honderd afleveringen geleden dat ik en bedoel ik oprecht 100 afleveringen geleden. Dat ik Julian hier onthoofd heb. Sinds toen heb ik gewoon nooit meer dat ding weggehaald. Dus vandaar. Vandaar dat er nu gewoon hier een tuintje staat. Dan als we doorlopen hebben we hier gewoon een karretje. En wat extra details. Hierboven wat details als we hier naar rechts gaan. Allemaal leuke straatdetails zijn gewoon gebouwd. Nog meer karretjes en zo. Gewoon hele simpele dingen. Dan hier heb ik het huis van Frederik. Het oude huis van Frederik. En het oude huis van Fred. Die heb ik helemaal weer gerenoveerd naar de oude staat. Hij was zo lelijk. En ik zei dat ik het niet ging doen in verband met de geschiedenis.
geschiedenis van de stad. Maar het was oprecht gewoon zo lelijk, dus het boeit me niet zoveel. En ik heb die hijskraan een keertje weggehaald. De hijskraan was ook altijd een soort van pijn in het oog om te zien. Sorry Frederik, ik weet dat jij hem gebouwd hebt, maar hij moest gewoon weg. Dan iets waar ik ook heel blij mee ben dat het eindelijk een keertje gedaan is. Moeten we even heen lopen? Dat is namelijk het plein hier. Die is eindelijk een keer geüpdate. Ik heb hier even de leaves weggehaald. Daarboven heb ik de leaves weggehaald. Waardoor zeg maar, het was allemaal net te groen. Weet je, nu springt het groen dus van de boompjes en de tuintjes. Hier springt er echt tussenuit. Dan heb ik dat, ook dat gras daar weggehaald. Heb ik gewoon door laten lopen nu met pad. Hier beneden heb ik het hoekje, heb ik in plaats van rond gewoon vierkant gemaakt hier. Dus dan is het net iets ruimer als je bij de arena aan komt lopen. En dan. Jongens, wat eindelijk ook gedaan is, is het pad achter de arena is gewoon klaar. Je kan nu daadwerkelijk hierheen lopen zo gewoon. Het is niet meer gras, het is niet meer, hoe noem je dat, gewoon letterlijk niet aangeraakt. Het is gewoon eindelijk een beetje gezellig. Je hebt hier een kraampje waar je je popcorn kan kopen voor de wedstrijd. Kan je doorlopen hier en dan heb je nog meer mooie kisten en weet ik wat allemaal, een tuintje weer. En dan heb je ook eindelijk een keer de andere ingang gewoon af, weet je. Ik gebruik letterlijk nooit deze ingang. Maar nu wel! Als het goed is, was dat dan alles in het oude gebied voor de timelapse wat ik gedaan heb. Dan moeten we heel even door naar het nieuwe gebied. Want, of ben ik iets... Nee, ik ben volgens mij niks vergeten. Nou, in ieder geval, ik heb het pad hier gedaan. De hoofdstraat heb ik ook gedaan, jongens. Die is helemaal gedetailleerd. We hebben lampen nu hangen. Een nieuw kraampje is gebouwd. Een paar stoeltjes, een paar kistjes. Een, hoe noem je dit? Een kleedje waar mensen dingen op verkopen. Hier zijn ook lampen gebouwd. Tafeltjes. De trap hier is een keer gerenoveerd. Nog meer kraam. Of een, wat is daar weer? Een marktje. Iemand die dingen kan verkopen. Heb ik hier volgens een leuk putje gebouwd. Ziet er goed uit. Hier gewoon allemaal leuke straatdetails. Een beetje opslag. Een beetje een karretje. Een beetje meloenen hier en daar. Wat botten. Ik weet niet waarom, vond ik leuk. We worden gewoon botten opgeslagen hier. Dan hier beneden heb ik ook het pad van de bootwinkel. Die hadden namelijk hier een boot staan die naar buiten kan schuiven. Zo, en dan gaat hij het water in. Nou, dat was een beetje, dat klopte niet helemaal hoe dat gebouwd was. Dus nu heb ik een soort van nieuw pad gecreëerd. Waardoor de boot daadwerkelijk over een soort van spoor loopt. Zoals dit zie je. Met ook die ding aan de zijkant zo. En dan kan je met water inbrengen. Een nieuw kraampje is gemaakt hier met cakeje en al. Een leuke bel die hier hangt. Gewoon wat andere simpele details hier en daar, zoals die potten hier. En tot slot heb ik nog wat extra details toegevoegd in het water hier. Misschien zagen jullie dat minder goed op de timelapse, maar het is daadwerkelijk gebeurd. Een paar rotsen onder water. Wat kelp, nieuwe blaadjes, lilypads hier, nog meer rotsen. En sea pickles zijn ook toegevoegd. Nou, tot zover de update aan wat wij gedaan hebben. Maar waar ik al de hele tijd op zat te wachten deze middag, jongens. Ik dacht, oh, als de timelapse klaar is en ik ga weer opnemen, is het eerste wat ik ga doen, hierheen lopen, groene dye pakken. Daar komt ie. Arena achterkant afbouwen. Done. Details in het water van de dam. Done. Straten decoreren in de hoofdstraat. Done. Straat oude gedeelte nog niet. Daar ben ik wel ver mee gekomen. Met dat gebiedje in ieder geval. Nu moet ik dit hier nog doen. Hierboven allemaal. Het is eigenlijk nog best wel veel wat ik moet doen. Ik dacht, weet je, als ik dat nog allemaal in dezelfde timelapse ga doen, red ik het niet meer om vandaag nog op te nemen. Maar kijk hoe groen de muur er al uitziet, jongens. Wat zijn we weer goed bezig? In de eerstvolgende grote timelapse wil ik iets meer buiten de stad werken. Om een beetje die variatie voor mezelf te houden. Wil ik het dierenverblijf maken. Dan wil ik het boerengebied afbouwen. En dan wil ik het plein net buiten de poort afbouwen. Weet je? Dus als dat dan gedaan is, hartstikke leuk. Dan ben ik ook een beetje klaar buiten de stad. Er zitten wel nog hele grote dingen tussen als ik zo kijk. Vooral gewoon platform boven de ijzerfabriek. Want we hebben daar natuurlijk gewoon de ijzerfabriek. Dit grote ding hier. En dat daar is het hele platform, zeg maar. En dat betekent dus dat daar allemaal nog huizen moeten. Het pad moet nog gemaakt worden. Er moet nog een trap er naartoe gemaakt worden, want die is er nog niet natuurlijk. En ik heb echt geen flauw idee hoe ik daar een pad naartoe ga maken. Maar ja, daar moeten dus ook allemaal nog huizen komen. Maar in principe zijn dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 à 7 huizen misschien. Beetje decoratie, een kraan die naar beneden... Komt allemaal wel goed, jongens. Gaan we een keer in een leuke timelapse doen. En jongens, ik zit op het moment te twijfelen om misschien gewoon nog een taakje uit te gaan voeren. Maar dat ik die dan gewoon nu daadwerkelijk met jullie hier erbij ga bouwen. Goeiedag, Eep. Hey, Jan. Ik heb jou sinds de rechtszaak niet meer gezien. Hoe is het? Ja, fantastisch. Fantastisch? Ja, maar zie je, heel blij. Gewoon gewonnen. Ja, en ik moet taakstraffen doen. Dat is het hele ding, hè. Jij hebt ervoor gezorgd dat ik gewoon... Ik ben druk met dit hier. En terwijl ik druk met dit ben, moet ik ook nog eens taakstraffen uit gaan voeren. Dat is, en ben ik aan jou te danken. Ja, alsjeblieft. Nee, ja. Ik bedoel het niet. Weet je, laat maar. Wat doe je hier? Wat hier zit? Wat ben je aan het doen? Nou, ik zeg deze zo staan bij de muur. En denk, nou, die staat al een paar dagen stil. Die moet me alleen bloot. Dus ik heb hem gewoon doen. Ja, dus je hebt hem maar gewoon even meegelopen. Ja. En je hebt je vogeltje weer terug. Ja, ik kwam in één keer aanvliegen, ja. Hij kwam in één keer aanvliegen. Dus dit was helemaal niet mijn probleem. Je hebt hem letterlijk in de rechtszaak heb je gezegd dat het mijn probleem is dat jouw vogeltje weg is en nu is hij terug. Ja. Sorry. Hé, hey, maar ik loop anders even met je mee met je dier. Ik weet niet of het jouw dier is. Deze is hem niet. Dit is hem niet. Nee. Nou, dat maakt niet uit. Daarom zeg ik, ik loop even mee. Ik wilde misschien toch nog even buiten de omgeving wat doen. Nou ja, kijk. Je kan wel aan het werk met mij. Hoezo? Ik ga toch niet bij het werk bij jou? Ben je gek?
Jawel, kijk. Ik heb hier vast een hele mooie beat oogstuk. Nee, maar hoezo? Hoezo zou ik aan het werk gaan bij jou? Wat is het nou? Kom maar mee. Wat is dit? Hoezo zou ik... Jan! Hoezo zou ik aan het werk gaan bij Jan? Zo, zullen we even slapen? Jan, wacht eens op mij. Wat zijn we aan het doen? Ja, ik loop naar huis. Ja, maar waarom zou ik... Ik wil prima met je meelopen, maar ik ga je toch niet helpen? Je moet. Hoezo? Moet ik? Ja. Oh, wacht. Ik snap hem. Ik snap hem. Je snapt hem? Het is zeker mijn taakstraf. Ja. Oh, vreselijk. Vreselijk dat mijn taakstraf met Jan te maken heeft. Degene die ervoor gezorgd heeft dat ik de taakstraf heb. Wat zei je? Nee, niks joh, Jan. Ik ga je helemaal prima helpen. Vrijwillig gewoon. Je hebt wel verstand van bieten, hè? Ik heb helemaal nul verstand van bieten, Jan. Oh. Wat dan? Wat, je hebt hier een prachtig bietenveld. Wat wil je dat ik doe? Oh, nou, goeiedag. Ja? Hé, het bina klie oest op de oosten. Ja, de bieten. Wat? De bieten zien bina klie op de oosten. De bieten zijn bijna klaar om te oogsten. Ik snap hem, sorry, ik snap hem. Ja. Bieten oogsten 23 heet het ding ook echt. Het is toch al 23, niet? Het is 2023, ja. Maar ze zijn bijna klaar om te oogsten. Ja, ze zien er goed rijp uit, moet ik zeggen. Ja, dat misschien wel. Maar kijk, wat is dat? Wat? Dat. De poort? Nee, dit jong. Zo. Oh, dit is gras, hier. Ja. Ja. Het is geen biet. Het is geen biet, nee. Nee, als ik dit zo hoog oogsten, gaat dat niet. Ja. Opbrengst, die is helemaal weg daar. Ah, dus dit moet... Oh, ik moet het onkruid weghalen. Ja, dan moet je mijn onkruid weghalen. Oh, ja. Je hebt meerdere onkruiddingen. Dus als je dit gaat oogsten natuurlijk, dan... Ja, komt het door de bieten heen en dan gaat de prijs naar beneden omdat de onkruid in zit. Nee, dat kan ik wel doen. Als dat mijn taakstraf is, dan heb ik... Moet ik zeggen, jongens, best een simpele taakstraf. Dus dat gaan we regelen. Dat doe ik met de... Moet ik dat met de bieten oogsten doen of moet ik dat gewoon... Nee, dat is onkruid. Ja, maar ik moet toch niet de bieten zelf oogsten? Dat ga jij toch doen? Ja. Oké. Als jij dat doet, dan ga ik wel gewoon... ik haal het onkruid eruit, oké? Ja. Niet iets laten staan, hè? Nee, wat? Niet iets laten staan. Nee, ik ga niet iets laten staan. Komt goed. Nee, paffe ding. Oké, jongens. Nou, laten we beginnen met gewoon... ik had het gewoon echt slopen op deze manier. Prima. Zo, laten wij... Dit zijn bloemetjes, die moeten ertussen blijven. De blaadjes ook. Ik denk gewoon dat het onkruid het enige is... Niet te wat veel vrolijk, maar gewoon weer, joh. Sorry. Ja, joh, sorry, jij mag. Heel simpel taakje, al zeg ik het zelf. Het is een beetje gewoon het onkruid weghalen. Een beetje simpel dingetje slopen. Zo gedaan, als ik het zo zeg. Merendeels is al weg, hoor, Jan. Ik ben goed bezig. Ik zie hier bijna geen onkruid staat meer. Nog bij, hè? Ja, daar moet ik nog heen. Daar ben ik nog niet geweest. Joh. Je moet een beetje met logica lopen. Wat? Moet ik? Ben je met logica lopen? Een beetje met logica lopen. Ik ben toch gewoon een beetje... Oh mijn god. Ik ben gewoon een beetje mijn ding aan het doen, Jan. Ik ben geen boer, hè, dat weet je. Niet. Hier, onkruid. 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 Jemig, wat staat er veel onkruid tussen. Volgens mij heb ik alles, Jan. Heb je alles? Volgens mij heb ik alles. Ik weet het niet zeker, maar... Even kijken goed. Ik denk dat ik wel alles heb, ja. Ja. Oeh. Oh, nee. Deze hier. Oeh. Zo, nu heb ik alles. En jij denkt dat je clear bent? Wat? Ben je clear, denk je? Nog één keer. Beans to clear. Beans, dat is Duits. Oh ja. Ben je klaar? Ik ben klaar, ja. Mooi. Nou, dan ga je verder met de volgende taak. Is Adam is terugplanten. Oh mijn god, ik moet het terugplanten. Wat saai. En dan komt de volgende taak bij je. Ja, prima. Volgende taak. Wat is dit nou? Hallo? Maar we gaan niet het hele veld doen, toch? Neem ik aan. We gaan geen half werk doen. Hier. Oh mijn god, wat erg. Zit ik hier op mijn vrije zondagje een beetje bieten te oogsten, jongens, met boer Jan. Ik wil zoveel productievere dingen doen dan dit. Zijn we bieten aan het oogsten. Oh mijn god, wat ben ik blij dat we klaar zijn. En het komt ook gewoon precies uit. Jan, waar ben je? Ja, hier. Daar. Oh, wat was dit? Een vreselijke taak om te doen. Jij hebt nog heel veel zaadjes over. Mijn zaadjes zijn op. Heb jij dit? Ja, dit heb jij helemaal teruggeplant. Ja. Is dit, duur was dit het? Lang, kan ik naar huis? Ben ik klaar? Wat zei je? Ik zei, ben ik klaar? Mag ik naar huis? Ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Mag ik naar huis? Kijk eens uit hier. Wat? Links. Achter u. Ja. Wat? Er is een open plek. Er zit geen zaadje. Ik zie geen open plek hoor. Nee? Nee, waar zie jij een open plek? Jongen. Wat is er? Waar zie je... Oh mijn god, ik stond er bovenop met mijn neus. Ik had het niet door. Jongen, mijn god. Wauw, nee, inderdaad. Nou, dat je dit niet zegt, ga je voor mij heel veel bietensoep maken. Oh, nee, ik wil... Jan, ik wil geen bietensoep maken. Jawel. Maar ook, waarom... Jemig, wat zijn het veel bieten? Moet ik hier allemaal soep van maken? De helft. De helft? Weet je hoeveel soep ik... Weet je hoeveel soep ik hiervan kan maken? Moet ik dat in jouw huis doen, of... Ja. Oké, prima. En dan is dit onze lunch gelijk, want ik begin ook al trek te krijgen. Ik bedoel, ik heb wel kip bij me, maar ik wil ook wel gewoon taakstraf lunch hebben. Ja, bietensoep. Ja, daarom. Ik zeg, is dit onze lunch? Ja. Ah, top. Oh ja. Als alles zo in meteen ben je klaar is, ja? Ja. Mag je... Oh. Oh. Dan mag je in die ezels voer nemen. Dan mag ik de ezels even eten geven. Ja. Heb je daar voer voor mij, dat ik dat gewoon kan gebruiken? Nee, is op. Is op. Ja, ik regel het wel. Ik weet wel wat ze lekker vinden. Nou, we zijn even kiezen, hè? Ja.
Ik, wat moet ik doen in deze keuken? Ja. Moet ik hier bietensoep maken? Ja, hieronder zit daar allemaal kommetjes in. Oh ja, ik zie het. 1, 2, 3, 4, 5. Die moet allemaal gevuld worden met biet. Alles moet gevuld worden met bieten, ja. Maar dan kan ik maar 17 bakjes maken. De rest stop ik wel gewoon hierin, prima. Ik zie hier nog meer bieten in zitten, ja. Kom maar goed. En als de bakjes allemaal bieten in zitten, dan moet het hier in de koelkast. Dan moet het hier in de koelkast. En wil je er zelf ook eentje of... Ja. Ja, gaan we regelen. Ik bedoel, dit kan ik makkelijk, jongens. Ik heb even een crafting table daarvoor nodig, alleen. Waar is die? Die heb ik sowieso bij me, ja. Nou, bietroepsoep. Hoppakee. Zo. Oh, ik heb wel meer nodig. Oeh, ik heb meer bieten nodig. Even kijken. Zo, nog meer bieten. Dan doen we zo. Oh, dit kost veel bieten, man, om dit helemaal te doen. Ik heb nog meer bieten nodig. Zo. Hey. Hoppakee. Ik heb honger, hè? Ja, ik ben druk bezig, joh. Ik ben druk bezig. Ik ben mijn bietjes voorbereiden, geen zorgen. Je praat ook helemaal tegen niemand, die. Hoezo? Nou, weet je, dat zou je nooit snappen. Ik ga eerst alles in de ijskast snel leggen. Hier of in de koelkast. Zo, hoppakee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weet ik voor wat. Zo. Hier. De laatste bieten doen we ook hier. Dan heb ik voor jou... mag ik bij je zitten, of? Nee. Ga maar buiten zitten. Maar geen maar mijn bakje. Hoezo buiten? Ik wil ook gewoon gezellig binnen zitten. Nou, voor wie dan maar. Ga ik hier wel zitten. Oh, hier heb je bakje bieten. Oh. Ja, dank u. Dan ga ik wel hier zitten zo. Kunnen we gezellig samen een bakje bietensoep? Is op. Het is op, ja. Nog één. Nog één? Wat? Ik ben je slaaf niet, maar weet je, omdat het een taakstraf is, dan kan ik ook moeilijk nee zeggen. Hier is de volgende, hoppakee. En nog een bakje bietensoep. En, was die lekker? Ja, ik moet toch eerlijk zeggen, Martin is door beter mij. Martin maakt ze beter. Weet je, je stikt er maar in. Ik ga lekker je ezels eten geven, oké? Okay? Ja. Ja, ben ik zo terug. Joey. Laten wij de ezels eten geven. En doe ik dat met appels of doe ik dat met wheat? Ik weet het niet. Laten we even kijken. Hier kunnen we snel stiekem wheat farmen. Volgens mij doe je dat niet met wheat. Ofwel, ik weet het nog niet. Ik heb ze eten gegeven. Maar wacht, misschien willen ze meer. Ik snap het niet. Wacht even. Ik kan ze namelijk hier wel gewoon... Kijk, wheat voeren zoals dit. Zie, hij eet het ook lekker. Hij eet het nog een keer. Wil je nog meer? Wacht, kom even los. Het is helemaal vervelend dat je daar bovenop staat. Oh, zo, kijk, dat is beter. Ga nou niet daarbovenop staan, je staat irritant. Ik wil je gewoon lekker eten. Juist, ik wil je gewoon lekker eten geven. Zo, één. Jij ook lekker eten, hoppakee. Hé. Hey, wat is er aan de hand? Denk je dat er genoeg is voor je? Ze moeten een hele hooibalen hebben, hè? Ze moeten een hele hooibalen. Ja, ik ben ze lekker hooi aan het voeren. En er staan toch hooibalen naast, man? Je hebt hem nu weer openscheuren. Er zit er een draadje omheen, dan kunnen ze helemaal niet afkraken. Heb je ook wat anders voor ze? Misschien lekker appeltjes of zo? Zou je bekijken. Ja, nou laten we in de tussentijd dan maar nog meer wheat geven. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel vreten die dingen nodig hebben. Zo heb ik er 12, is nog 6 voor beide. En dan allebei een lekker appeltje. Zal het wel goed zijn. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deze maakt geluid met eten en deze maakt geen geluid met eten. Kunnen ze zo, als ze klaar zijn met eten, zet ik ze weer vast. En dan zijn wij een goede boer, jongens. We zijn de beste boer. No. Heb je een appeltje? Oh, wat heb je? Ik wat heb is dat? Woorden. Je vindt ze hartstikke lekker. Oh, kijk, je ziet ze al. Ze worden al helemaal gek ervan. Ze worden helemaal een beetje. Oh, kijk jongens. Kijk eens wat ik voor jullie heb. Gekke, goeie worteltjes zie. Jij krijgt er eentje. Jij krijgt... Oh nee. Waarom is er een hartje bij? Betekent dat jij van mij bent nou? Martin? Ik bedoel Jan. Ik weet nog niet of die ezel... Er kwam een hartje bij. Ik weet nog niet of hij van mij is. Waar zijn u? Er kwamen hartjes bij de ezel. Bij de ander niet? Bij de ander niet, nee. Nou, wat wil je nog niet? Hoezo? Maar wat is er? Nee, dan... Maar... Dan... Wat betekent hartjes? Dat betekent toch dat hij dan van mij is of zo? Kijk, hij krijgt geen hartjes en hij ook niet. Nu, ik snap het niet. Ik snap niet hoe dieren werken. Je liegt gewoon, hè. Ik lieg niet. Kijk, ze hebben lekker genoten van, eentje. Weet je, ik vind het mooi zo. Ze zitten vol. Ik ga ze weer vastzetten aan een draad. Ga die vastzetten aan een draad. Hoppakee. Je ezels hebben eten gehad. Nou, blij? Ja, ik ben nu heel blij, hè. Nee, want top ben ik klaar met mijn taak. Je hebt je bieten oogsten terug. Dank u. Nee. Ben ik klaar met mijn taakstraf? Nee. Natuurlijk niet. Nee. Weet je wat het is? Ik was laatst mijn voeltje kwijt, hè? Ja, waar is hij nu dan? Ik hoor hem, maar ik zie hem niet. Ik hoor hem af en toe. Is hij binnen? Nee, dat doe ik. Waar is hij? Hoor je hem? Ja, ik hoor hem, ja. Hé, hey, kom eens hier, joh. Oh, hier. Kijk, hier is hij. Hier is hij. Oh, hier. Hoppakee. Oh, maar wat is er aan de hand? Nou, hij is een beetje eenzaam. Hij is eenzaam, je vogeltje. Ja, nou kijk, hij was laatst weggevloeid, omdat hij het even niet meer wist. Oké. Okay. Dus, we gaan een nieuwe maatje hebben. Nee, ik heb echt geen zin om de jungle in te gaan. Dat duurt zo lang altijd om een nieuw vogeltje te vinden. Ja, maar ik heb alle tijd. Ja, jij hebt alle tijd, maar... Waarom ga ik tijd zeggen? Jij hebt alle tijd, maar ik heb niet alle tijd. Niet? Nee, heb je nog niet nog één ander taakje voor me? Ik doe alles behalve een nieuw vogeltje halen. Nou, dat vind ik wel jammer, ja. Maar daar kom ik nog wel op terug, ja. Nee. Daar kom je nog wel op terug, prima. Nou, kijk, de bieten hebben net plant, hè? Ja. Maar ze hebben natuurlijk geen water, dat regent dan je tijd niet. Nee, ik weet niet hoe vaak het regent, maar... Nou ja, kijk. En er is geen beregeningsinstallatie. Ja? Snap je? Snap je het probleem, ja? Nou. Ja, ik snap het probleem. Nou, die is dus niet. Dus je moet handmatig water geven. Aan het bieten. Ja. Yeah.
Dus, hoe wil je dat doen? Nou, home. Met een gieter. Met een gieter. Heb jij een gieter hier? Ja, die heb ik wel, ja. Nou, dan geef mij eens een gieter. Momentos. Oh, die boer Jan, jongens. Ik ga vast naar het bietenveld. Joei. Die boer Jan, joh. Het is alweer nacht. Laten we even slapen. Wat een gedoe is het altijd met hem, hé. Nu met het bietenveld, met zijn beregelinginstallatie die er niet is. Maar kijk, de bieten zijn toch hartstikke mooi aan het groeien. Wat is hij nou aan het zeuren, die man, joh. Moet je die bieten zien, die staan hartstikke mooi in de bloei. Ik weet niet of je het bloei kan noemen met dit. Een enderman. Kijk, daar loopt hij, een enderman. Oh, god, ik heb hem aangekeken. Oh, nee. Oh, mijn zwaard. Ah, mijn exploit. Ah, kom hier. Oh! Oh, mijn god. Ik heb al zo lang niet meer een enderman gevochten. Dat is echt al eeuwen geleden. Ah. Zeker in content veen. Oh mijn god, hij gaat me ook nog echt mogen pakken. Hé, wat moet het hier? Oh. Ja, help! Jan! Oh mijn god, dat scheelt echt niet veel. Oh ja. Mijn god. Ja. Yeah. Nou, kijk, ik heb een klein probleempje. Wacht, wat is je probleempje? Ik ben mijn gieten kwijt. Je bent je gieten kwijt? Ja. Yeah. Maar ik had gelukkig nog een glaasje staan met water. Ja, oké. Okay. Dus ik kan die even geen maar nu zo. Oké, jemig, dit zijn er veel. Oh mijn god, dit zijn er veel. Ja, er is veel noemen, ja. Maar wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Moet ik dat over de bieten gooien? Ja, dat is water, ja. Er zit ook een beetje mineraal in. Dat hoort dus beter. Oké, dus hoeveel ruimte moet er tussen zitten? Kom eens dichterbij, man. Want nou, het staat hey, jij bent toch aan het werken niet? Ja, maar je moet toch wel uitleggen? Moet ik gewoon een beetje eroverheen gooien? Je ziet gewoon niet mijn weekend te werken, ja. Nee, ja, dan moet ik gewoon hier de midden gooien en voor de rest... Oké, dus 1 en 2. Hoppakee. Ja, en dan moet je hem even verspreiden over de rest, ja. En een beetje verspreiden over de rest, zodat de bieten genoeg mineralen erin hebben zitten. Hier een beetje weer hier zo. Dan doen we hier ook een beetje zoals dit, hoppakee. Sure. Dan hier ook nog de bieten lekker, hoppakee. Kijk, Jan, ik kan wel gewoon een boer zijn, of niet? Ja. Ja, hè? Dat komt goed uit. Ik zou zo een boer kunnen worden als je me dit zo ziet doen. Hier nog eentje, hier nog eentje. En dan heb ik er nog één. Wat ga ik daarmee doen? Waar zou ik die laatste doen? Ja, een plek waar je nog niet geweest bent. Ja, maar ik ben vermoord. Ja, weet je dan, in het verre hoekje hier zo. Hoppakee. Nou, dat is perfect. Ik heb je bieten water gegeven. Het duurt wel wat langer dan als ik het doe. Ik heb het gratis voor je gedaan. Wat vind je daarvan? Ja, nee, dat is wel waar, ja. Maar ja, kijk, je moet het doen. Ja, dat klopt. Het is een taakstraf. Oké, that's it. Kan ik naar huis? Ja, op zich wel, ja, denk ik. Ik kan op zich wel naar huis. Ja, ik denk dat het zo wel waar, ja. Oh mijn god, wat ben ik blij dat ik hiermee klaar ben. Jan, prima taakstraf. Alleen, moet jij mijn agenda zetten wanneer je voor dit vogeltje gaat hier, hè? Ja, ga niks in mijn agenda zetten. Je gaat lekker zelf een vogeltje uitzoeken. Oh, je hebt zo'n bord te hangen daar zo. Wat heb ik hangen? Een bord. Ja? Oh, nou, dan pak ik een bordje. Moment. Hoezo, hallo? Volgens mij is er ineens meer ruimte om wat te doen. Maar jongens, de taakstraf van boer Jan is klaar. Ik moest bieten. Letterlijk, het ging een en al om zijn bietenveld. Meer niet. Het was gewoon bieten, farmen. Met water eroverheen sproeien, de bietensoep maken. Weet ik van wat allemaal, zoveel gedoe. Waar ik eigenlijk ook gewoon helemaal geen zin in had. Maar nu hebben we het op zijn minst een beetje gedaan, weet je. Dus hebben we 2 van de 8 taken hebben we uitgevoerd. We hebben de eerste was Fred zijn huis ontruimen. De tweede was nu met boer Jan bieten. Gewoon meer kan ik het eigenlijk niet noemen, gewoon bieten. Dus eigenlijk moet die even, kijk, ik weet niet waar die staat. Maar hier ergens, kijk, 8 taakstraffen. Die kunnen ook oranje maken. Wat doe je? Hallo? Wat ben je aan het schrijven, Jan? Zeg maar niet dat het met je vogeltjes te maken heeft. Vogeltje. Voor Jan. En hij meent het ook nog serieus. Weet je jongens, het is niet meer mijn probleem. Het is een probleem voor de toekomst, Max. En dat ben ik niet meer, want ik ben de hele Max. En het hele Max gaat lekker deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik ben een beetje moe jongens. Dat komt omdat ik een druk weekend heb gehad. Qua, niet qua belangrijke dingen, maar gewoon vaak tot laat op. Vaak, weet ik van wat. Gewoon, ik ben moe. Ik ben gewoon even moe. Dat heb je soms wel eens. Maar we hebben gelukkige taakstraf gedaan. We hebben een hele productieve timelapse gehad aan het begin van de video. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Heb je hem nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles. En dan nu spreek ik later glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Ja! Yeah!